een hele domper. Echt, ik vind het echt heel jammer, maar ja, het is even niet anders. We hadden natuurlijk opgehoopt dat we gewoon met z'n drieën zouden kunnen lopen. En dan ook de eerste keer voor mijn kleine broertje. Maar ja, dat gaat helaas niet. Die had last van de kuit en de enkel, dus met trainen ook al. Met de eerste keer al, dus... Ik weet waar ik aan begin. Ik heb nu al 2 keer gelopen, dus op zich, ik heb wel ervaring, ja. Nou, het gaat wel goed komen. Ik heb nergens last van. Ik heb ook 10 kilometer gelopen met de avondvierdaagse, dus het komt goed. Een beetje begeleiden onderweg, een beetje kijken, een beetje coachen en dan komt het wel goed. Wat geeft hij jou voor tips? Gewoon eerst rustig opkomen, dan ga je steeds wat hoger. Hij weet alles. Echt een veteraan van de Vierdaagse. Dus dat is wel mooi, ja. Misschien. Zeg nooit.